Je ziet hier hele hoge torens. En je ziet hier mijn toren. En die is nog niet heel groot. Maar wij gaan vandaag de grootste toren in Roblox bouwen. En dat kan je doen door door middel van te klikken. Kijk maar, dan komen er blokken. Let's go! We gaan klikken, 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 klikken. En we hebben nu al 6 vloeren. En als we door blijven klikken, dan hebben we dadelijk... Hoppakee, 7 vloeren. Yeah, let's go! Nu hebben we dus 7 vloeren. Alleen, ja, op deze manier gaat het niet heel snel. Maar gelukkig hebben wij heel veel YouTube money. Dus we gaan even Robux spenden. Let's go. Ja, dames en heren. Hier kan je dus allemaal huisdieren kopen die het makkelijker gaan maken. En dat kan je met blokken doen. Maar dat kan je ook met Robux doen. Dus kijk, bijvoorbeeld, je kan hier al een huisdier kopen voor 500 blokken. Laten we dat eens proberen. Kijken wat er nou gebeurt. Hoppakee. Oeh, we krijgen een bed. En wat doet dit dingetje? Pets. Let's go. En equip. En dan krijgen we dus keer 1,5 blok. Maar waarschijnlijk als we nu tikken. Ja, ik zie dat. Krijgen we 1,5 blok. Dat is nice. Waarom is mijn... toren weer helemaal klein geworden. Wat is dit nou? Op een manier werd mijn toren weer helemaal klein. Ik heb geen idee wat hier allemaal gebeurt. In ieder geval, dat huisdiertje is niet heel erg goed. Want als je Robux spent, dan kan je veel beter. Kijk, we kunnen hier dit huisdiertje kopen. Dat kost 400 Robux. Maar we hebben hier ook de Limited Edition nieuwjaarshuisdier. Waar er maar 500 nog van beschikbaar zijn. En die kost 800 Robux. Nou, die gaan we gewoon kopen. Let's go! Gespend. Hoppakee. Oh, wacht. Oh, daar hebben we niet genoeg geld voor. Is dat het? Hoeveel? 3.500 Robux kost die. Wacht, hoeveel euro is dat? Dat is bijna 60 euro. Zoveel YouTube money hebben we nou ook weer niet. Laten we dan deze gewoon kopen. Ja, ja, ja. Dat lijkt me toch wel een beter plan. Weet je, dit kost ook gewoon 400 Robux. Ik heb geen miljoen abonnees. Wat denken jullie? Oké, hoppakee. Krijgen we dan ook gelijk een goede. We hebben de 5e slechtste gekregen die er is. Maar die zal waarschijnlijk ook nog steeds heel goed zijn. Keer 16. Let's go. En weet je, we kopen er dan niet 1, maar 2. Ja, weet je, we hebben wel veel abonnees, dus we kunnen wel een beetje YouTube money spenden. Krijgen we wel even een andere? Kom op, kom op, kom op. Ja, oké, die van 30% kans. En die is ook een stukje beter. Let's go. Oké, dus we hebben nu al 3 huisdieren. Dus als we nu klikken, zo, hebben we gelijk vloer 8. Let's go, vloer 9. Nou, op deze manier kunnen we al een grote toren maken, hoor. Let's go. Hoppakee, hoppakee, hoppakee. Klik, 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 klik. Oeh, wat zie ik hier? Keer 2 speed, keer 2 bloks. Oké, wat is dit allemaal? Keer 2 bloks. Hoeveel kost dat? Hoeveel kost dat? 350. Oké, let's go. Ik ben echt Robux aan spenden. Ik heb nog nooit zoveel Robux gespend. Let's go! Kijk hoe snel we nu gaan. Hoppakee, kijk naar blokjes komen dan. Let's go, let's go, let's go. We hebben nu al 25 vloeren. Hapsikidee. En wat we nu ook kunnen doen, want we hebben nu al bijna 10.000 blokken. Waar kunnen we die eieren kopen? Oh, waar we kunnen... beter nog even sparen hier voor 25. Oh, deze kost 10k. Oké, dan klikken we nog even. Kijk eens aan. En dan kunnen we deze kopen voor 10k. En please, geef me een goeie. Oké, die was maar 13% kans. Wacht, die moet dan wel goed zijn. Keer 3, oh, dat is niet heel goed. Maar hey, dan kunnen we deze unequippen. En dan kunnen we deze equippen. Let's go. En dan gaat het nu al aardig snel. Hartstikke idee. Let's go. Hoppakee. En ondertussen gaan we gewoon kopen, kopen, kopen. Ah, ik snap al. Mijn toren werd natuurlijk minder groot. Omdat ik dan een huisdier ermee heb gekocht. Dat was zeg maar bij die vorige zo. Oké, dit gaat nice. Dit is zeker nice. En we kunnen trouwens ook rebirths kopen. Alleen, gaan mijn huisdieren dan weg? Want dat wil ik niet. 9000 kost het. Oké, we kunnen het wel even proberen. Ik hoop niet dat mijn huisdieren weggaan. Nee, oké. Nee. Mijn huisdieren gaan niet weg. Oké, gelukkig. Dus op deze manier kunnen we nu echt super snel gaan. We moeten namelijk gewoon heel vaak rebirthen. Nog 16.000 blokken en dan kunnen we weer rebirthen. Want dan krijgen we dus meer blokken per seconde. En dat is ook nice. Dus we moeten klikken, klikken, klikken. En even naar die 13.000 gaan. Want op die manier kunnen we heel snel een hele hoge toren maken. Hoppakee. Yeah, yeah, yeah. Als ik nu even klik op mijn muis. Kijk, we gaan dan. Ik heb deze rocketmuis. Oftewel, ik ga super, super fast. Let's go. 14.000 blokken. Dat is meer dan genoeg. Oh nee, we moesten 17.000. Oh nee. Oké, maakt niet uit. Maakt niet uit. 17.000 gaan we ook gewoon fixen. 17.000 gaan we ook gewoon fixen. We zitten al bijna gewoon boven de wolken. Zien jullie dat? Hoppakee. We hebben zelfs al 18.000. Hapsikidee, let's go. Hoppakee, oké. Nu krijgen we 4 blokken per seconde. Als ik nu nog een keer doe, dan krijg ik waarschijnlijk 5 blokken per seconde. Oké, nee, dit gaat wel de goede kant op. Weet je, we willen gewoon zoveel mogelijk blokken per seconde. Want dan gaat het gewoon nog sneller. We gaan nu al snel, maar dan gaat het gewoon nog sneller. Come on, klikken, klikken, klikken. En even kijken. 24.000 blokken, wat is dat veel zeg. Ik heb zelfs iemand hier die met mij meedoet. Hallo mevrouw, hallo Floor. Hi, oh nee, dat is Floor.
Dat is Floor, als in Floor 21, als het wil. Vloer 21, ze heet Regenboogsja. Hallo Regenboogsja, leuk dat je meedoet. Ja jongens, dit gaat toch echt insane snel. Als ik gewoon even een beetje blijf klikken, dan zitten we zo op die, 24.000. Zeker weten. Ik ben toch erg benieuwd naar die nieuwjaarhuisdier alsnog. Maar jongens, zoveel Robux, dat vind ik iets te veel. Kijk eens aan, we zijn gewoon boven de wolkjes gekomen. Hallo wolken. Nou, dan weet je wel dat je een hoge toren hebt. En we moeten nog... Ja, we kunnen weer rebirthen. Let's go. Hoppakee. En nu zijn we weer helemaal omlaag gegaan. We krijgen nu wel 5 blokken per seconde. Wat op zich al best wel snel gaat. Maar niet snel genoeg. Wacht. Oh, wacht. We kunnen hier upgrade... upgrade tower? Voor 1000 blokken. Let's go. Heb ik daar überhaupt iets aan? Of ziet het er gewoon mooi uit? Ik heb dus echt geen flauw idee. Hier, 2500 blokken. Iron Tower hebben we nu. Volgens mij ziet het er gewoon vooral leuk uit. Volgens mij boeit het echt helemaal niks. Hoppakee, let's go. Let's go, let's go, let's go. Klik, 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 klik. We moeten de grootste toren ooit krijgen. Even kijken, wat kunnen we daar eigenlijk nog kopen? We kunnen hier misschien even kijken voor een huisdier. Ik ben zo benieuwd wat deze huisdieren geven. Zo'n 100k ding, dat moet toch ook wel iets goeds geven bijvoorbeeld. Nou, 100k is wel veel blok hoor. Hoppakee. Oké, hoeveel blokken hebben we nu nodig voor een rebirth eigenlijk? We hebben nu 33.000 blokken nodig. Jeetje, meneetje. Dat zijn erg veel blokken. Maar gelukkig hebben wij huisdieren, waardoor het super, super, super snel gaat. Dus hey, we zitten al op 24.000. Hoppakee, we zitten alweer boven de wolkjes. En ik moet ook zeggen dat mijn Iron Toren wel een stukje beter is. Daar ben ik wel blij mee. De allerhoogste toren, die gaan wij vandaag maken. Hoppakee, 50 vloeren hoog al. Kijk dan hoe ziek. Wij willen helemaal naar de ruimte toe. Even kijken, we kunnen weer een rebirth doen. Jazeker. Hatsikidee, weer een rebirth. Oftewel 6 blokken per seconde krijgen. Krijgen we nu. Oké, ondertussen gaan we alweer klikken, klikken, klikken. En gaan we eens even kijken of hier nog meer dingen te doen valt. Even kijken. Is hier nog iets? Wat ben jij eigenlijk aan het doen? Jij doet helemaal niks. Oké. Kan ik hier nog meer dingetjes doen? Ja, we kunnen dit claimen, maar... Oh, dan moet je weer de groep joinen. Altijd met die groepen. Bleh. Nee, ik ga geen groep joinen. Het spijt me. Het spijt me heel erg, maar daar heb ik gewoon geen zin in. Hoppa. Wat kan ik jouw tower ook upgraden? Nee, ik kan jouw tower niet upgraden. Waarom kan ik jouw tower nou niet upgraden? Ik wil je helpen. Weet je, jongens, we gaan dit ook gewoon even kopen, want... Dit duurt me gewoon veel te lang. Double build speed, let's go. Oké, als het goed is, gaan we dus nu 2 keer zo snel. Als het goed is, ik hoop het tenminste. Ik weet niet wat ik heb gekocht. Merken we verschil? Volgens mij wel. Volgens mij moeten we nu zeg maar, elk klik moet 2 kliks voorstellen. En we hebben hier nog fast auto on. Waar gaat het? Klikt hij dan vanzelf? Dat meen je niet. Klikt hij nu vanzelf? Even kijken, succeeded. En waarom? Oh, ja. Kijk dan! Oh! Ja, dit is top. Dit is zeker nice. Oh, nu hoef ik niet eens iets te doen. Let's go! Hey! Hoppakee, we gaan richting de space. Weet je wat het is, dames en heren? Ik denk dat ik ook beter gewoon geen rebirth kan doen. Ik denk dat we op deze manier namelijk het allersnelste gaan naar de top. Mr. Freshner gaat ook wel erg snel, hoor. Waar zijn eigenlijk mijn huisdieren? Waarom zie ik ze niet? Wat hebben we hier trouwens nog? Wat heb je... Oh, nee, ik hoef geen inventory space te kopen. Ik kan ze ook nog craften of zo? Craft. Ah, dan moet je er 4 hebben natuurlijk. Ah, dan kan je een golden maken. Zo, besef als we dat konden doen. Oh, we zijn al heel erg hoog opeens. Oké, we zijn opeens echt heel erg hoog. Hallo, wereld. Waarom is het licht hier uitgegaan? Oeh, kijk, we gaan dan. Ik wil de hoogste toren hebben. Kom op. Ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als ik in space ben. Oftewel in de ruimte. Dan moet er toch echt iets heel cools gebeuren. We kunnen nu nog niet eens rebirthen. Dat kost namelijk 42.000 blokken. Maar op dit tempo komen we wel snel op die 42.000. Weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon even lekker op mijn telefoon. Gewoon even wachten. Want hé, alles gebeurt automatisch. Het leven van een Robux spender is geweldig. Robux die fixt gewoon alles voor mij. Oeh, en we zijn bijna in space volgens mij. Kijk eens aan mijn poppetje. Volgens mij is het al ruimte. We zitten gewoon in de ruimte. Let's go. Oké, dit is wel echt heel erg nice. En zo te zien hebben we nu ook de hoogste toren. Zien jullie dat? Alleen deze guy bijvoorbeeld, die gaat echt nog heel erg snel. Hoe kan jij zo snel gaan, bro? Ik ben echt erg snel, vind ik naar mijn mening. Ik heb alles gekocht. En er zijn mensen die nog steeds sneller dan ik. Zo! Ik heb bijvoorbeeld deze persoon. Die gaat echt heel erg snel. Ik ben wel gewoon benieuwd hoe hoog mijn toren nou uiteindelijk kan worden. Want volgens mij kan die echt nog veel en veel hoger. Kijk eens aan. We zitten nu op 50.000 blokken. En we gaan als een spel.
peer, dames en heren. Weet je wat we ook gewoon kunnen doen? We kunnen gewoon naar beneden, want onze blokken, ja, ons ding, die blijft gewoon groter worden. Let's go. En eens even kijken wat we nog allemaal kunnen doen hier. Want we kunnen, als het goed is, we kunnen bijvoorbeeld, een 500.000 kost dit ei. Oh, dat is wel heel erg duur, hoor. Nou ja, op dit tempo komen we wel erg snel, zeg maar, dichterbij. Ik heb trouwens ook gift ready. Oh, wat is gift ready? You received spooky spider pet. Wat? Wat heb ik gekregen? Plus 250 bloks. Wat? Waar? Spooky spider... Oh, dat is niet heel goed. Ze zijn ook levels, trouwens. Oh, dat kan je zeker te doen tot craften. Dan kan je ze level up maken. Ah, dat hebben die mensen waarschijnlijk allemaal gedaan. Die hebben hun pets helemaal op max level en zo, weet je wel. Hoppakee, we gaan weer naar beneden. Zo, oké. Ik viel heel erg hard op de grond. Oké. Wat we gaan doen, we gaan even sparen voor zo'n 100.000 blokken ei. Deze hier. We hebben nu op dit moment 60.000 blokken. Ik ben heel benieuwd wat voor huisdier ik daaruit kan krijgen. Misschien is die wel beter dan de Robux huisdieren. Ik denk het niet, maar het zal sowieso beter zijn dan die ik nu heb. De 3,5. Dat 100%. Hey, die zijn trouwens... dit moet toch wel goed komen. Kijk, deze... Het is wel raar trouwens dat dit allemaal legendarisch is. En dat het hier dan gelijk weer common wordt. En... Oh, maar dit is 500.000 blokken. Dat duurt echt zo lang. Daar heb ik gewoon helemaal geen geduld voor. Nou, zoals je kan zien, we zitten op 80.000 blokken nu. Nog niet de 100.000. Maar we hebben wel veruit het grootste... Ja, het grootste huis van iedereen hier. Of ja, de grootste toren. Dus hé, dat is sowieso al gelukt. Maar ja, dat is ook niet heel moeilijk als je heel veel Robux spent. Laten we heel eerlijk zijn. Maar we willen ook even die 100.000 euro pet doen. En als ik nu naar beneden val, moet je kijken. Hè? Als ik nu gewoon naar beneden spring, dan ga echt... Wow, dat gaat echt zo zien. Hoppa, boom, au, dat deed pijn, dat deed heel veel pijn. Ik zat me trouwens ook te beseffen, als hier al 250 van die eieren van verkocht zijn. En die eieren kosten 30 euro per stuk. Dat betekent dat er bijna 10.000 euro aan van die eieren zijn gekost. Jeetje, dat is veel geld, daar zat ik gewoon over na te denken. Oké, we zitten op 90.000 euro, nog 10.000 euro en dan kunnen we dit mooie eitje kopen. En please, dat we dan even met geluk gewoon die 1,4% mythical krijgen. Dat zou toch, zeg maar, dat zou toch leuk zijn, als het gelukt nou gewoon eventjes een keertje mee zit. En we hebben bijna 100.000. Come on. Let's go. 100.000. Yeah. Oké, daar gaan we dan. Niet komen. En het is komen. Wel de tweede slechtste. Oftewel niet de allerslechtste. Maar hey. Nice. Oké, wat is het? Keer 6,5. Oké, dan doen we deze unequippen. Yeah. En dan doen we deze equippen. En wat hebben we dan nu? Nu hebben we 47,5 blokken per seconde. Yeah! En mijn toren is weer echt mega klein. Oké, weet je wat jongens? Ik ga dit even ook helemaal upgraden. Dan hoef ik eigenlijk helemaal niks te doen, want dat gaat allemaal vanzelf. Dus wat kunnen we nu doen bijvoorbeeld? We hebben nu deze. Nou, dan kopen we nu deze. Hartstikke idee. Kijk, het ding is, ik kan niet in één keer, zeg maar, die gems tower kopen. Want, dat kan dus niet, want je moet eerst, zeg maar, de rest kopen. Zo werkt het dan wel weer. Dus je kan niet, zeg maar, fases overslaan, want heel erg jammer is. Alleen, wat ik niet begrijp is, heeft het überhaupt wel nut om die dingen te kopen? Want volgens mij krijg ik er niet meer blokken door. Dat is alleen door te rebirten. Ja, dames en heren, als ik heel eerlijk ben, ik heb nog nooit zo snel een tycoon uitgespeeld. Maar ik heb hem gewoon uitgespeeld. Ik had de grootste toren. Ik ben gewoon overpowered. Het is gewoon zo. Dus hey, ik denk dat we nog nooit zo snel een tycoon hebben uitgespeeld. Dus let's go! Doe even een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal. En als je nou nog een tycoon wilt zien in Roblox, kijk dan snel op deze video. Ja, hier doe ik letterlijk de hacker tycoon. Oftewel, ik word de grootste hacker in Roblox. Wil je dat zien? Klik snel op deze video. En dan zeg ik, make out.